Earth Hour 2017 staat weer voor de deur. 1 uur het licht uit voor de aarde is ook dit jaar het veelzeggende thema. Aanstaande zaterdag wordt van elk huis, instantie of bedrijf verwacht dat zij voor tenminste 1 uur alle lichten uitdoen. Dit jaar zal de dag en de aanloop naar Earth Hour toe voor een deel bestaan uit een traject met scholen. Enkele scholen in het district Kommerwijnen zijn betrokken bij het educatietraject, waarbij de leerlingen van lege petflessen lampjes leren maken. Earth Hour is een initiatief van het Wereld Natuurfonds WWF, ondersteund door het VN Kinderfonds UNICEF en wordt uitgevoerd door Stichting De Backlot. Het startsein voor het educatief traject is vanmorgen gegeven op OS Alkmaar. De Backlot-directeur Henna Draaibaar en WWF PR-officer Gerald Pinas spraken de leerlingen kort toe. We gaan vandaag iets moois maken. En dat heeft alles te maken met een project. En dat heet Earth Hour. Wie weet wat Earth Hour is? Het uur der aarde. Earth Hour. Vind je dat niet mooi? Het uur der aarde. Ja, klopt wel. Maar wat gaan we doen op Earth Hour? Weet iemand dat? Alle lichten uitmaken. Dat moeten we doen. Maar weet je waarom we dat moeten doen? Alle lichten uitmaken. Omdat het een uur van de aarde is. Omdat het een uur van de aarde is. Bij WWF werken we samen om de natuur van Suriname en andere landen te beschermen. We werken in de hele wereld. Op verschillende kantoren. Maar het kantoor in Suriname is het leukste kantoor. Omdat wij daar werken. En vandaag gaan we deze activiteit doen voor Earth Hour. Omdat we eigenlijk samen ook weer iets leuks willen doen. Ik heb allemaal flesjes al wat straks uitgelegd over. Maar Earth Hour is bedoeld, is begonnen met het grote verlangen van een paar mensen om te zeggen aan andere mensen en de hele wereld, wees zuinig met je energie. Tijdens Earth Hour aanstaande zaterdag zal de Giant Earthball estafette plaatsvinden. Tevens wordt het spel wereldwijs ontwikkeld, een duurzaam en educatief spel waarbij de leerlingen interactief bezig zijn met klimaatsverandering en de bijbehorende thema's. In dit projectplan zullen de verschillende onderdelen toegelicht worden. Als eerste de Maak je eigen lampje actie, uitleg over de Global Estafette en toelichting op het spel wereldwijs. Vorig jaar hebben we dit ook gedaan. Hebben we de lampjes gemaakt, want we hebben ze geverfd. En we hebben al het materiaal opgestuurd naar een internationale organisatie. Die samen met alle andere filmpjes uit de hele wereld weer één mooi filmpje heeft gemaakt. En luister dan. Let goed op, want je gaat mensen zien die een flesje aan het schilderen zijn. En die waarschijnlijk dezelfde soort uniformjes aan hebben als jullie. En je gaat kinderen zien lopen met een wereldbol. Ook in dezelfde uniformjes als jullie. Dat is Suriname. Wij hebben het gehaald om op de internationale film van WWF voor de hele wereld ook de 4 keer kleine stukjes van Suriname voor. En ik ben benieuwd of jullie ze zien. Henna Draaibaar, directeur van Stichting De Backlot. Ze sprak vanmorgen op de openbare school Alkmaar in Kommerwijnen. In de aanloop naar Earth Hour aanstaande zaterdag worden leerlingen van verschillende scholen in het district geleerd hoe ze lampjes uit afvalflessen kunnen vervaardigen. Ook Telesuur levert een bijdrage aan dit milieubewustwordingsactiviteit. Medewerkers die vooraf getraind zijn, zullen op deze dag ook helpen met het vervaardigen van de lampjes waarmee gelopen zal worden door de straten van de binnenstad.